Stichting Topsportopleiding Tilburg, het Koning Willem II College en Campus 013 maken het voor kinderen mogelijk om topsportontwikkeling en schoolopleiding te combineren. Zo gaan topprestaties in de sport en op school hand in hand. In de categorie Mariska Lips Award 2019. Haar tegenstanders hebben het nakijken. Joanne Leijten. De nieuwe keeper van Willem II. Maarten Schut. Zij wil graag in een spagaat terechtkomen. Julia van Dijk. Joanne is 12 als ze in Rotterdam het jeugdranglijsttoernooi wint. De jonge gymnast uit Bokstel traint tot 12 uur per week, naast de vele wedstrijden in de weekenden. Dat vraagt focus en inzet. De trainers van tennisschool Gijs coachen haar in het perfectioneren van haar vaardigheden. Zodat ze op de baan met haar manier van spelen haar tegenstanders het nakijken geeft. De 16-jarige Maarten speelt al vanaf zijn 10e bij Willem II. Deze zomer tekende hij er zijn eerste contract als jeugdkeeper. Een prestatie waar hij terecht trots op is. Maarten wil luchtduels nog overtuigender aangaan. Met zijn lengte van 1,80 meter, 6 keer per week trainen en wekelijks alles geven voor een wedstrijd, gaat Maarten ervoor eerste keeper van Willem II te worden. De 13-jarige Tilburgse Julia weet wat ze wil. Winnen, winnen, winnen. Op naar het EK, WK en de Olympische Winterspelen. Maar zelf voldaan is ze allerminst. Ze traint 18 uur per week en werkt hard om haar zweefstanden stabieler te maken. Daartoe ook dagelijks stretchen en oefenen in split en spagaat. Zilver op het NK kunstrijden heeft ze al binnen.